koning Willem-Alexander, koning van Nederland. Maar wat niet veel mensen weten, is dat hij niet echt bestaat, maar eigenlijk een 3D-animatie is. Ja, wij animeren de koning hier in onze studio digitaal. Heel veel mensen denken dat hij echt bestaat, maar alles wat je ooit ziet op tv van onze koning, dat maken we hier in 3D. Voor de 3D-animaties van de koning zijn honderden 3D-animatoren dagelijks bezig. Nee, die kaaklijn mag wel iets ronder, zie je? Als de tekeningen af zijn, worden de bewegingen van de koning opgenomen met een bewegingsacteur in een studio. Nou, als koning beweeg je eigenlijk heel statig, hè? Dus probeer ik mijn bewegingen ook zo koninklijk mogelijk te maken. Dus als je gaat zwaaien, moet je dat dus niet zo doen, hè? Nee, dat moet je langzaam doen. Zie je? Dan wordt het een stuk koninklijker. De stem van de koning wordt ingesproken door stemacteur Ben Kooi. Na moeilijke jaren, weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Uiteindelijk combineren we de tekeningen, de bewegingen en de stem van de koning. En dan wordt het echt een levensechte animatie. Na het succes van Willem-Alexander werden ook Maxima en de drie prinsessen aan de animaties toegevoegd. Die zijn ook allemaal 3D. Ja, dat was best een uitdaging ook. Gouden koets trouwens ook. Was ook een idee van mij. Ja, een echte gouden koets is natuurlijk niet te betalen. Hè? Stel je voor, echt een koets voor goud. Ja, doei doei. Er is wel eens een keertje bijna iets misgegaan. Dat was tijdens de troonrede. Toen viel de 3D-computer heel even uit. Ja, dat was wel even schrikken, ja. Nederlanders gaan in grote aantallen in het buitenland op vakantie. We staan wereldwijd in contact via sociale media. De 3D-studio zal nog generaties lang doorgaan met toekomstige koningen en koninginnen. We werken nu al aan een volwassen versie van Amalia. Dus dat is genoeg werk voor ons. Nee, maar het is echt heel leuk om te doen en het is natuurlijk veel beter en goedkoper dan een echte koninklijke familie.